van de Helpdesk. Ik ben Mieke Truls. En ik ben Joanne van den Berg. En vandaag gaan we het hebben over antioxidanten. Wat zijn antioxidanten nu precies? Gezonde lichaamcellen zijn hard nodig om ons lichaam goed te laten functioneren. Bij alle functies die ons lichaam uitoefent, raken onze cellen dagelijks beschadigd. En als ze te veel beschadigd raken, kunnen ze op den duur afsterven. Het is dus aan ons om onze cellen goed te ondersteunen en te verzorgen. Dit kan onder andere middels antioxidanten. De term antioxidant betekent letterlijk tegen oxideren. Antioxidanten zijn moleculen die onze lichaamcellen, die ook weer bestaan uit moleculen, kunnen beschermen. Als we het over oxideren hebben, dan hebben we het over een reactie met zuurstof en andere stoffen. En hierbij komen vrije radicalen vrij. En vrije radicalen zijn een zogenaamd bijproduct van de energieproductie in ons lichaam. Dus dat hoort er ook te zijn. En waar het nog meer door kan ontstaan is onder andere roken, luchtvervuiling, ongezonde voeding, medicijngebruik, alcoholgebruik, spullen die je op de huid smeert. En een bepaalde hoeveelheid vrije radicalen horen er te zijn voor het gezond functioneren van ons lichaam. Maar het moet vooral niet te veel worden. Antioxidanten vinden we in verschillende voedingsmiddelen. Er wordt gedacht dat er honderden, misschien zelfs wel duizenden, verschillende voedingsmiddelen zijn die dienen als antioxidant. Antioxidanten hebben allemaal een specifieke werking in het lichaam. En als je antioxidanten met elkaar combineert, kunnen ze elkaars werking ook weer versterken. Ja, en antioxidanten zijn vaak de stoffen in groente en fruit die het hun kleur geven. En bepaalde voedingsmiddelen bevatten ook erg veel antioxidanten, onder andere bessen. En niet alleen deze, maar ook frambozen, bramen, aardbeien bijvoorbeeld. We hebben groene en zwarte thee. Deze bevat ook erg veel antioxidanten en pure chocola. Pure chocola wordt ook wel beschouwd als een superfood. En dat komt omdat het ondersteunt de gezondheid van het hart en ook de cognitie. Dus dan gaat het wel om pure chocola, dus dat is echt zeker 70% of hoger. Daarnaast ook specerijen en gedroogde kruiden, waaronder kurkuma, dus de geelwortel, oregano, gember, kaneel en rozemarijn zijn belangrijke antioxidanten. Ook tomaten. Tomaten hebben een mooie rode kleur te danken aan het antioxidant lycopene. En van lycopene is bekend dat als je het verwarmt, dat het dan beter opneembaar is. Dus denk bijvoorbeeld aan een biologische tomatensaus of biologische zongedroogde tomaten. Die zijn dus super rijk aan antioxidanten. Lycopene ondersteunt tegen de huidveroudering en dan voornamelijk de huidveroudering die ontstaat door de zon. En is ook goed voor hart- en bloedvaten. Andere belangrijke antioxidanten zijn noten en zaden en ook de boerenkool. Ook bepaalde steenvruchten bevatten veel antioxidanten zoals pruimen, abrikozen, nectarines. En een bekende is over rode wijn. Rode wijn bevat resveratrol en dit antioxidant valt ook onder de polyphenolen. Polyphenolen zijn een grote groep binnen de antioxidanten. De wetenschap is er wat over verdeeld of de gezondheidsvoordelen van resveratrol nu opwegen tegen de toch wel negatieve effecten van wijn. Dus geniet met mate. Verder hebben we de granaatappels. Deze zitten boordevol antioxidanten. Het is een van de voedingsmiddelen met de meeste antioxidanten. En het bevat ook veel vitamine C. En door dit hoge gedeelte aandeel van vitamine C is het ook goed voor het immuunsysteem. Vitamine C is op zichzelf ook al een antioxidant. Van de granaatappel kun je de pitjes eten, maar je kunt ook kiezen voor een granaatappelsap, die ook kant-en-klaar te verkrijgen zijn. Granaatappels zijn dus ook rijk aan vitamine C. Vitamine C is een bekende antioxidant, maar binnen de vitamines is vitamine E ook een bekende antioxidant. Vitamine E vinden we terug in noten, zaden, vette vis, eieren en ook weer in groenten en in fruit. En wil je zoveel mogelijk antioxidanten binnenkrijgen, eet dan zo gevarieerd mogelijk in je groenten en in je fruit. Denk daarbij ook aan verschillende seizoensgroenten en wissel wekelijks met de groenten en fruitsoorten die je eet. Dit kan ondersteunen bij een lang en gezond leven. Dit was de Helpdesk voor deze keer. En we zien u graag een keer de volgende keer terug. Heeft u nou een onderwerp of een vraag en denkt, dat wil ik weten? Mailt u dan naar info@gezondheidaanhuis.nl met als onderwerp Helpdesk. Graag.
Graag tot ziens. Tot ziens.